Yes, hallo allemaal. Mijn naam is Jip. Ik ben de cultuurvlogger voor mijn Daily Shot of Culture. En ik wil jou allereerst bedanken dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Thuismuseum. Ik ben afgereisd naar het Coevorden. Je ziet het hier al achter mij staan. Stedelijk Museum Coevorden. En ik ga jullie vandaag weer meenemen door nu nog een lege tentoonstelling. Ik hoop tegen de tijd dat deze vlog online komt dat het museum onder beperkte maatregelen weer open mag. Maar voor nu in ieder geval een inkijkje in wat je hier kan verwachten als je naar Coevorden afreist. Ik moet je zeggen, ik had het niet gedacht, maar Coevorden heeft een hele veelbewogen geschiedenis. En dat komt hier in dit historisch-archeologisch museum terug door middel van bijzondere objecten en heel veel verhalen. En ik ga daar een aantal van jullie met jullie doornemen. De geschiedenis van Coevorden begint eigenlijk al veel vroeger dan je zou verwachten, namelijk in 1046. En dat is eigenlijk het moment dat de bisschop van Utrecht potentie ziet in de stad Coevorden en hier de stad Coevorden vestigt. Ik heb hier een mooie kaart. Die is overigens van een stuk later, namelijk uit een tekening, een kaart uit 1558. Maar het laat wel goed zien hoe Coevorden in die tijd eruit zag en waarom het eigenlijk Coevorden heet. Ik ga even op mijn knieën zitten zo. Je ziet hier de stad natuurlijk met daar het kasteel en de vestingstad ervoor. En wat Coevorden zo interessant maakte, waarom die bisschop van Utrecht hier interesse in had, kwam doordat het eigenlijk de route was om van het zuiden naar het noorden te gaan, dus naar Groningen bijvoorbeeld. Er was allemaal moeras en veengebied waar je niet doorheen kon. Maar Coevorden was dus de plek waar je wel veilig naar het noorden kon reizen. En dan kon je dus tol heffen. Dus dat was in die zin een interessante plek voor die bisschop van Utrecht. Hij vestigde hier een leenheer die tol inde. En er werd een kasteel gebouwd. Hier zie je een stenen kasteel, maar dat was in die tijd een houten kasteel. Oftewel een mottenkasteel. En dat betekent dat het kasteel op een berg gebouwd werd. Hier, dat is een soort heuvel. En dan de Bailey, dat was als het ware de voorstad die je hiervoor ziet. Nou, nu natuurlijk de vraag, waarom heet het Coevorden? Nou, je ziet hier die toegangswegen, een vorden. Dat waren de doorwaadbare plekken waar je met je koe doorheen kon. En daar komt het woord koe van. Dus ja, het geeft eigenlijk aan de plekken, de drie plekken hier waar je met je koe door het water, of in ieder geval er doorheen kon lopen. Je ziet hier allerlei objecten, daar had ik net al over. Er zijn heel veel vondsten gedaan hier. De veelbewogen geschiedenis had ik het net al over. Hele vette objecten, ook zoals dit bijvoorbeeld. Dit zijn geen kanonskogels zoals sommige mensen denken, maar dit zijn stenen. Ja, kogels, bussenmakers die in zo'n katapult werden afgeschoten. En ze konden er schijnbaar 6 per uur afschieten. En ze waren ongelooflijk zwaar. Die zijn hier dus veelvuldig in de grond gevonden. Maar heel veel andere objecten zoals glas in lood. Bijzonder objectje. Ik had net eens over die bisschop van Utrecht, die dus de Coevorden eigenlijk heeft gesticht. Die na hem volgden allemaal bisschoppen die eigenlijk de baas waren over Coevorden. En ze hadden een groot leger om Coevorden te beschermen, want het was een erg interessante stad. En vooral de leenheren die kregen interesse in Coevorden, want die inden dus dat tolgeld. Maar die stopten daarvan best wel een deel in hun eigen zak. En op een gegeven moment krijgen ze daardoor meer macht. Op een gegeven moment heeft die leenheren ook de naam van Coevorden zich toegeëigend. En gingen langzaam zich verzetten tegen die bisschop. En je ziet hier een voorbeeld van een belangrijke slag eigenlijk in de geschiedenis. De slag bij Ane. En dat was het moment, dat moet ik even spieken, dat was in 1227. En je ziet dat hier afgebeeld in deze soort van maquette.
kwamen de boeren en de leenheren samen in opstand tegen die bisschop. Maar dat leger had natuurlijk, nou dat zagen we net al, dus die Malienkolders, die hadden paarden, die hadden allemaal goede wapens. En de boeren, die hadden dit, hamer, sikkel, nou ja, gebruiksvoorwerpen. Geen paarden, dus die waren ja, zeker in qua uitrusting in de minderheid of minder krachtig. Dus ze moesten iets anders slims bedenken. En zij bedachten, we lokken het leger van de bisschop het moeras in. Waar natuurlijk de boeren veel beter de weg wisten. En ze waren zo zwaar met al die paarden en al die wapens dat zij ja, vast kwamen te zitten. En op dat moment vielen de boeren en de leenheer, het leger van de leenheer, de paarden, of het leger, sorry, van de bisschop aan. En hebben ze gewonnen. Dus op dat moment was er een soort ja, revolutie, boerenopstand, de slag bij Ane dus in 1227. Het is niet zo dat ze lang aan de macht bleven. Daarna werd er weer door de bisschop weer gewonnen. Het ging over en weer. En eigenlijk kun je zo zeggen dat Coevorde continu het onderwerp is geweest van strijd. En daar zijn hier ook weer allemaal voorwerpen van die dat laten zien. Bijvoorbeeld hier allemaal messen, dolken. Coevorde is ook veelvuldig verbrand. Echt tientallen keren, meerdere keren is het de stad in vlammen opgegaan en opnieuw opgebouwd. En daar zijn ook veel voorwerpen. Bijvoorbeeld deze brandhoepel. Die werd dan in de fik gestoken en over de stadsmuur heen gegooid om dan brand te stichten. En dan hadden ze vervolgens de mensen in de stad hadden dan zo'n spatel of een brandschep om het vuur mee uit te maken. En hierboven nog wel ook een interessante, dus een soort brandbom. Waar van alles in werd gedaan wat kon branden en wat dan ook over de stadsmuur heen werd gegooid. En dit is wel bijzonder, dit is nog een brandbom waar ook echt de inhoud nog erin zit. Dus dat hebben ze met röntgen bekeken wat er precies in zit. Maar het is wel bijzonder dat het überhaupt nog bewaard is gebleven. Wow, bijzondere objecten. Doordat Coevorde dus zo vaak vernield is en verbrand en weer opgebouwd, zijn er niet heel veel gebouwen meer over uit de vroege tijd, maar wel voorwerpen. Hier een schoentje, aardewerk, knopen uit de middeleeuwen. Er zijn dus overal mooie verhalen bij te horen. Als het museum weer open gaat, dan natuurlijk wel een acht nemend van de coronamaatregelen kunnen bezoekers hier naar de verhalen luisteren. Goed, dan gaan we naar de gaan we naar de 80-jarige oorlog, die natuurlijk ook Coevorde niet ongemoeid heeft gelaten. De Spanjaarden zaten hier verdekt opgesteld. Ze hadden zichzelf helemaal ingegraven en een vesting of een soort ja, fort gebouwd. En ja, het leek onneembaar. Maar toen kwam de held, prins Maurits van Nassau, die iets nieuws bedacht. Waarmee ze de Spanjaarden te slim af waren. En dat was, ga ik het hier laten zien. Dan ben ik benieuwd of jullie kunnen raden. Het was een voorwerp, dit is trouwens een replica gebouwd. Niet een echte oude, maar dat heette een spa-bel-hou. En oftewel, dat was een combinatie van een spa, oftewel een schep, een bel en een houweel. En daarvoor moesten de soldaten dat allemaal zelf meetillen. Maar nu was het dus één voorwerp. Dus in plaats van drie dingen konden ze dan eentje meenemen. En waarom was dit nou de doorslag? Die Spanjaarden zaten dus ingegraven, zoals je hier kan zien. En met die spa-bel, houbel, ik spreek het wel verkeerd uit, spa-bel, hou, groeven onder de stadsmuur door en konden ze zo de stad innemen en de Spanjaarden verdrijven. Het is wel heel tof gedaan, vind ik, met al die
plekken waar je kan kijken. Ook zelfs op het plafond. Kijk hier ook weer. Je kijkt wel je ogen uit. Dat is wel tof. Dan gaan we door naar weer. Dan denk je, nou, die 80-jarige oorlog is voorbij. Maar nee, dan komt er het rampjaar. Dat is namelijk in 1672. Heel Nederland is in oorlog. En de bisschop van Münster denkt, nou, dat is wel een goed moment om eens eventjes Coevorden in te gaan nemen. En hij had de bijnaam Bommen Berend. Je ziet hem hier. En Bommen Berend heette zo omdat hij heel veel kanonnen gebruikte bij zijn overname van Coevorden. En dat lukte hem ook. Dus binnen 10 dagen was Coevorden ingenomen. Maar dit zinde de basisschoolleraar Meindert van der Tijnen niet. Die vluchtte naar Groningen. En die bedacht daar een snode, slimme plan om die Bommen Berend uit Coevorden te verdrijven. En hij deelde zijn idee met, dan ga ik die nog even laten zien, Karl von Rabenhaupt. En hier zie je een kopie van zijn, hoe noem je dat? Kopie van het origineel. Nou goed, zijn helm, ridderhelm. Karl von Rabenhaupt zag wel wat in het plan van die basisschoolleraar Meindert van der Tijnen. En dat was namelijk om om Coevorden heen lag water. Dat was bevroren. En Bommen Berend had daar allemaal wakken in geslagen, zodat de soldaten niet met hun paarden over het ijs konden. En toen bedacht Meindert, als we nou biezen matten maken die we over die wakken heen leggen, dan kunnen we wel met onze paarden eroverheen. En dat is gelukt. Dus dat hebben ze gedaan. En op oudjaarsdag, 's avonds, terwijl iedereen in Coevorden lekker aan het feesten was, zijn ze binnengevallen. En hebben ze schijnbaar zo snel als binnen een uur Coevorden weer terug kunnen veroveren en weer terug kunnen geven aan de Coevordenaren. Dus wel een bijzonder verhaal. Nog één dingetje hier, laatste paar kabinetten. Ik ga nog niet de video afsluiten, want ik wil jullie heel graag ook buiten iets laten zien. Namelijk een Archeo hotspot, waar ook echt dingen zijn gevonden. Maar om nog hier even af te sluiten, je ziet hier de ijzerkoekenoproer. Dat is wel ook een belangrijk historisch moment. Maar daar ga ik dan nu even niet op in. Maar wat wel tof is, dat daar allemaal activiteiten 1 keer per jaar omheen worden georganiseerd door het museum. Dus kijk op hun website om daar meer over te horen. Nou, ik moet even de camera omdraaien. Zo, dat is iets te snel. Wat ik net al zei, we gaan dus even naar buiten. Ik ga even een rondje draaien en dan zie ik jullie zo bij de Archeo hotspot van Coevorden. Zo, ik sta buiten voor het museum. Ik zal even naar voren lopen, dan kunnen jullie het ook een beetje zien. Het is wel een tof gebouw. Stedelijk Museum Coevorden dus. Ik ga nu even lopen naar de Archeo hotspot, maar voordat ik het ga doen, dacht ik wel leuk om dit nog even te benoemen. Je ziet hier de scherven van een stad. En dat is een wandelroute die langs allemaal belangrijke historische plekken gaat in Coevorden. En die rondleiding kan je ook boeken via het museum, dus daar kun je op de website naar kijken. De Archeo hotspot, ik zei het net al kort, een plek waar archeologie, waar mensen daarmee kunnen zien wat er gebeurt. En in het weekend, normaal natuurlijk, niet in coronatijden, kun je archeologen hier aan het werk zien. Dus het leek me wel leuk om dat even aan jullie te laten zien. Ik ga dit even versnellen en dan zie ik jullie zo weer. Ik ben in het museum wat vergeten te vertellen, maar eigenlijk is deze plek veel leuker om dat te doen. Je ziet daar die punt, wacht, ik draai me wel even om. Je ziet daar die punt en dat is het overblijfsel van de oude citadel. Dus er zit zo'n soort stervormige verdedigingsmuur als het ware om Coevorden heen. En ik vertelde helemaal terug over Bommen Berend die hier zat en uiteindelijk is verdreven door Meindert, de schoolleraar. Maar Bommen Berend liet het daar niet bij zitten. Die heeft daarna geprobeerd Coevorden weer terug te veroveren. En zijn plan was om dit water wat je hier ziet te laten overstromen en letterlijk Coevorden onder te laten lopen. Maar er ging iets mis, er kwam een storm en uiteindelijk is Bommen Berend en zijn hele leger daar zelf helemaal door verwoest. En is Coevorden niet door hem ingenomen en heeft hij toen ook maar toch maar gelaten, want dat was einde verhaal. Dat even onderweg. Kijk jongens,
het kasteel van Coevorden. Dit is hem. Het is toch wel wat kleiner dan ik had verwacht. Zeker voor zo'n veelbewogen geschiedenis. Het is nu de receptie van een hotel. Maar goed, dit is de plek. En je ziet ook wel, het staat ook wat hoger op een wal hier. Daar kijk je uit op Coevorden. Of Camon daar. Tof. Ik vind het wel cool hoor. Hier kun je dus archeologen aan het werk zien. Dus de Archeo-hotspot met het kasteel van Coevorden dus op de achtergrond. Wel heel tof gedaan. Tijdens de coronatijd kunnen hier natuurlijk niet mensen naar binnen. Dus gaan ze het iets anders doen. Een soort raamtentoonstelling van de objecten die ook echt in Coevorden worden gevonden. En ook wat tof, je kan hier ook als amateur-archeoloog kan jij dingen hier naartoe brengen om te laten onderzoeken. Dus dat is wel echt heel tof. Ik ga de video weer afsluiten. Museum Coevorden, ik hoop dus dat ze vanaf 2 juni open kunnen. Ze hebben ook gevraagd, in plaats van een donatie, vinden ze het veel leuker als je langskomt. Dus de knop onder de video wijst door naar de pagina waar je een tijdslot kan boeken om het museum te bezoeken. En wat ik net al zei, er zijn ze ook toffe rondleidingen, dus kijk op de website daarvoor. Wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. En tot de volgende Thuismuseum.